Openbaar Ministerie Curaçao. Presenteert Bekeuringproces. Het is de plicht van ieder burger om hun boete te betalen. De politie schrijft een boete uit op het moment dat de burger een overtreding doet. Voorbeeld van een overtreding is door rood rijden, rijden zonder een autogordel, bellen achter het stuur, te hard rijden of op het moment dat u geen geldige schriftelijke bescheiding kan tonen. De boete wordt verhoogd na het ontvangst van een eerste of een tweede aanmaning. Mocht u na de tweede aanmaning die boete niet betalen, loopt u de risico dat de boete wordt omgezet in de vervangende hechtenis. Voor de vervangende hechtenis geldt voor elke 50 gulden 1 dag zitten.